Goedemiddag, ik ben Moos van Wijk en ik ben jongerenwerker in Dordrecht. Ik ga vandaag voor jullie een vegan couscous maken en ik laat zo zien hoe het allemaal moet. We gaan vandaag couscoussalade maken. In een couscoussalade zitten de volgende ingrediënten. Couscous, 1 bouillonblokje, komkommer, paprika, tomaat en feta blokjes. Ik heb voor deze couscoussalade gekozen omdat ik deze heel lekker vind en heel makkelijk. Je doet de couscous doe je in een bakje. Daarin doe je kokend water met het bouillonblokje en laat je ongeveer 5 minuutjes staan. Dat heet bellen. Vervolgens snij je de paprika, tomaat, komkommer, snij je allemaal in kleine blokjes. Ik heb de kleine blokjes gedaan, maar als je het liever in reepjes wil snijden, kan dat natuurlijk ook. Vervolgens, als de couscous klaar is, als het water is opgenomen door de couscous, gooi je het in een bak. Daarin voeg je ook de groenten bij en de feta blokjes. Je maakt het af met peper en zout. En dat is eigenlijk hoe je de couscous moet maken. Nu de couscous aan het wellen is, kan ik mooi mijn workout doen. We gaan beginnen met 5 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5 en 5 squats. En 1, 2, 3, 4 en 5. En lunges. Zorg dat je knie net de grond niet aanraakt. 1, 2, 3, 4. Nog eentje. En 5. En we gaan kijken of couscous klaar is. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden en wat hebben geleerd van mijn recept en mijn workout natuurlijk.